We hebben in Nederland 19.000 advocaten en 10.000 daarvan werken op zulke kleine kantoren dat AI eigenlijk alleen maar een rol zal gaan spelen als dat bijvoorbeeld gratis te verkrijgen is. Als we breder kijken, dan zal het een ontwikkeling zijn die zowel de advocatuur op het gebied van personeel als ook de bijstand aan de cliënten fundamenteel zal wijzigen. En dat is iets waarvan we denken dat dat door de advocatuur moet worden gerealiseerd en omarmd, omdat het heel veel kansen biedt. Vanuit de Orde van Advocaten kijken we voornamelijk naar de voorlichtende taak. Hoe kunnen wij de advocatuur en de rechtszoekenden daarover informeren? Maar we zijn ook bezig met het instellen van een projectgroep. Die gaat onder meer over de kansen en risico's van AI. We informeren op actievere wijze de jonge advocaten die beginnen met hun werk, hoe ze het kunnen toepassen en waar ze over na moeten denken. En in Europees verband is er veel overleg met Europese andere orders van advocaten om te kijken hoe we kunnen combineren wat we aan kennis hebben en van elkaar kunnen leren.